publiek natuurlijk meer. Die 2750 seizoenkaarthouders die komen niet voor een paar wedstrijden en dan een titel, periodetitel pakken en wegwezen. Die hebben betaald voor het hele seizoen. En die willen graag een goede stand op de ranglijst, gecombineerd met een spektakel op het veld. Liefst die beste stand op de ranglijst, hè? Dat mag wat mij betreft. Maar ik moet overigens wel stellen dat we iets geflatteerd bovenaan staan. We hebben 4 thuiswedstrijden gespeeld van de 6. En aan de ranglijst is ook te constateren dat we nou niet bepaald de sterkste tegenstanders hebben getroffen. 6 wedstrijden gespeeld, 3 maal gewonnen met 1-0 door een doelpunt van good old Henny Meijer, zoals hier, een knal tegen Den Bosch. Eerste op de ranglijst, FC Groningen, is nummer 18. Henk Nienhuis heeft nog een verleden bij die club. En kijkt dus met gemengde gevoelens naar de ellende in het Oosterpark. Enerzijds, dat moet ik eerlijk toegeven, heb je toch lichtelijk wat leedvermaak. Daar loop ik ook niet voor weg, maar van de andere kant is het triest dat het met FC Groningen slecht gaat. Want het is toch eigenlijk het bolwerk van het voetbal in het noorden, of althans jaren geweest. Heerenveen is nu misschien een stapje verder, maar ik voorzie toch ook wel weer daar in een kentering. Maar het is een hele trieste zaak. Volgend jaar Groningen tegen Veendam in de eerste of in de eredivisie? Ik denk als de wedstrijd wordt gespeeld dat het dan in de eredivisie is. Maar ik schat die kans niet zo heel hoog in.